Zo, ja, mensen zeiden alle oors die je kan vinden, gewoon meenemen. Dus, oké, duidelijk, dat gaan we ook gewoon doen. Maar mijn pickaxe gaat elk moment kapot. Dat was mijn pickaxe, die is nu gebroken. Hallo kijkers van Gast Games, hier ben ik weer met een nieuwe video. En zoals jullie zien zijn we weer bij Space Astronomy. We gaan weer lekker verder waar we gebleven waren. We zijn nog steeds in de mining world, waar ik natuurlijk vorige aflevering ben geëindigd. Aan mensen, wat ik als allereerst even wil zeggen, dit is de ene laatste aflevering die ik vooruit opneem. Vanaf de volgende aflevering kan ik weer al jullie tips opnemen. Dus als jullie in de afgelopen afleveringen zoiets hebben gehad van... Joh, Dylan, je had dit moeten doen, of Dylan, je moet dat doen. Of nou ja, iets in ieder geval waar ik iets aan heb. Laat het dan gewoon lekker achter, mensen. Want dan kan ik het voor de volgende aflevering gebruiken, natuurlijk. Ik heb hier weer een klein stukje cave gevonden. Maar de mining world is dus eigenlijk gewoon een soort dimensie. Waar je gewoon meer ores als normaal vindt. Dat is gewoon het hele dingetje. Maar ja, voor de rest is het niet zo heel erg speciaal. Het is gewoon handig om te minen. Ja, er zitten natuurlijk gewoon mobs. Het is eigenlijk gewoon net zoiets als de overworld, alleen dan flat. En je vindt er ook allemaal van dit soort dingen, zoals Black Tiger Eye, wat ik nu dus weer vind. Waar iemand dus over zei dat het een soort van jewel is, om zo maar te zeggen. Net zoals opaal en allemaal van dat soort gekkigheid. Dus ja. Ik hoor trouwens mobs hier beneden. Er zit hier ook allemaal water beneden, wat een beetje vergiftig lijkt of zo. En volgens mij hebben wij hier een volledige led-ore. Ja, we hadden vorige keer allemaal led-pieces. We moeten wel even oppassen, want we hebben geen zin in creepers, dat soort achterlijke beesten. Dus we moeten het een klein beetje in de gaten houden. Maar er zitten inderdaad wel veel meer ores als bij een normale Minecraft. Dus bij een normale overworld. Dus ik hak heel even hier een klein putje in. En jullie denken nu waarom, maar... Oh, wat? Waarom heeft deze opeens een... There's nothing here. Kijk, en als ik hem drop, komt er een heel dik spacend ding omheen. Nou ja, maakt niet uit. Hier hebben we nog wat prosperity ores. Die zijn in principe het minst belangrijk van allemaal, volgens mij. Hier hebben we nog wat van deze ores. Hier hebben we nog wat van deze ores. Als mijn pickaxe op is, mensen, dan teleporteer ik ook gewoon simpelweg terug naar huis. Want dat is voor mij wat makkelijker. Wat is dat voor oor? Dit is Inferium oor, dat weet ik. Die kan ik ook gewoon oppakken. Alleen mijn inventory zit een klein beetje vol. Ik moet even een beetje... Oh, hallo creeper, meneer. Zo. Oké, die is dood. Dan moet ik even oppassen. Ik heb hier wat Marble Arch. Als het goed is kan ik dit wel eventjes plaatsen, zodat de lava niet helemaal mijn kant op komt. Zo. Hier hebben we nog meer marble blokken. Hoppakee. En nou begint het wel een beetje creepy te worden. Want we zitten nu in een stukje dat lijkt dat een beetje donker hier zo. We zitten al wel voor mij op een laag niveau. We zitten ondertussen op min 8 of op 28. Dit is Dimensional Shard Ore. Exotic Miner. Oké, en dit is Resonating Ore. Geen idee wat het allemaal is. Ik neem het lekker mee. Zo. Even kijken hoor, want dan kunnen we hierheen. Hier zit een heleboel Inferium ore. Gelijk meenemen. Hier zit nog wat Jellarite. Hier zit ook weer iets anders. Dit is... Wat is dit? Ik heb er een stone dingetje van gekregen. Een moonstone. Dat doet me denken aan Pokémon, to be honest. Maar ja, dit soort dingen kun je hier natuurlijk ook allemaal tegenkomen. Want het is... Wat? Wait a second. Wat zag ik daar? Zie ik dit nou goed? Er zit hier gewoon ondergronds een... Wacht, we gaan even naar die boom springen. Dit is dus een ravijn. En er zit hier gewoon letterlijk gras met water. En ja, ik moet even alleen oppassen dat ik niet allemaal mobs tegenkom. Maar er zit hier gewoon gras. Ondergrond en bomen. En... Is het ook nog allemaal oors? Jemig. Het gaat gewoon non-stop door hier in deze wereld. En overal zitten ook van die bepaalde... Ja, hoe noem je dat? Speciale oors en shit. Ocean ore hebben we hier nog. Prosperity ore. Ja, die ocean ore kan ik niet eens oppakken. Kun je nagaan. Die doen we even wat kip weg.
Wauw, oké, lapis lazuli. Dat hebben we wel nodig, want daarmee kunnen we luck krijgen op onze wapens. Zo. En dit nemen we ook maar gewoon mee. Ik heb ondertussen niet genoeg ruimte meer om alles mee te nemen. Hier heb ik nog wat spullen. Ik zal nog heel even wat licht creëren. Die lepjes moet ik sowieso hebben. Dus ik drop er maar even een bot voor. Hoppakee. Dan hebben we 30 lepjes. Oh, dat bot kunnen we ook gewoon nog meenemen. En hier hebben we nog meer wat we mee moeten nemen. En dit is Naquada. Oké, dat is dat speciale oordingetje wat ik niet wist wat dat was. Onze pickaxe is alleen helaas bijna kapot. Dus dat is wel heel erg naar. Wat kunnen we nog meer droppen? We hebben zoveel items. Oh, dirt. Hier zo, dirt. Hoppakee, dat mag wel weg. Hier ligt nog wat redstone. Hier ligt nog wat prosperity ores. Nou, is allemaal niet zo heel erg nodig. We zitten wel op 15. Dus we zouden technisch gezien diamonds moeten kunnen tegenkomen hier. Ik weet niet of die ook gewoon in de mining world zitten. Lijkt me wel. Wat hebben we hier nog? Hier hebben we nog allemaal ores. Hier hebben we nog weer ores. Jemig, er zit echt overal hebben we... Nou ja, neem maar wat kool mee. Neem maar wat van die mee. Neem maar nog wat van iron mee. Zo. Ja, mensen zeiden alle ores die je kan vinden, gewoon meenemen. Dus, oké, duidelijk. Dat gaan we ook gewoon doen. Maar mijn pickaxe gaat elk moment kapot. Dat was mijn pickaxe. Die is nu gebroken. Dus we moeten nu terug naar huis, helaas. Nou ja, wat ik al had gezegd, mensen. Ik gebruik gewoon teleports als ik terug wil naar bepaalde plekken. En of jullie dit leuk vinden, I don't know. Het is voor mij een stuk makkelijker. Kan ik wat makkelijker door de serie heen, terwijl ik een PM'tje krijg op Teamspeak. Als jullie dachten dat het bij jezelf was, nee. Ik ben degene op dit moment die populair is, kappa. Nee, grapje mensen. Dat is wel heel slecht om te zeggen. Even kijken hoor. Maar we hebben dus een heleboel oors erbij. Kijk, want ik denk dat deze kist gewoon vol gaat. Hoppakee, die nog erbij. Inferium Essence mogen trouwens hierbij. En dan gaan we zo meteen maar eens beginnen met elektriciteitsdingen, denk ik. Want dat is wel één ding wat we nu nodig gaan hebben. En we hebben op dit moment heel veel oors. Dus het zou best wel eens mogelijk kunnen zijn dat we hier makkelijk wat van kunnen maken. Wat wel heel erg naar is, is dat ik nu weer op een stomme manier obsidian moet gaan maken. Want ik moet dus nu echt weer even een bucket met water en een bucket met lava fixen. En we kijken, dus dat gaan we maar eventjes doen. Twee buckets hebben we nodig, zo. Hoppakee. Nou, weet je wat? Ik doe het even makkelijk. Ik kan toch heel makkelijk aan lava komen tegenwoordig. De bomen zijn hier allemaal mooi volgroeid. Dat is in ieder geval wel nice. We pakken even deze. En nou moeten we echt even zorgen dat we een ladingje obsidian gaan opslaan. Want elke keer mijn lava uit het ding pakken is natuurlijk ook weer niet de beste oplossing. Daar hebben we nog even een probleem ook. We moeten even deze pickaxe erbij pakken. Zo, even dat fausetje eraf mappen. Zo, hop, hop. Ja, oké. Nou heb ik dus eventjes kijken. Als het goed is weer wat obsidian, molten obsidian. Zo, hoppakee. Als het goed is dit genoeg voor één blok. Kan ik mijn emmers weer even wegleggen. Alhoewel, ik ga zo meteen daar heel even naar beneden even wat lava ophalen. Zodat ik genoeg obsidian kan hebben voor de volgende keer. Want als het goed is, kan ik nu niet eens mijn hele tool in één keer repareren. Nee, kijk, kom maar de helft bij. Dus we moeten sowieso even naar beneden zo meteen om wat obsidian te fixen. En even wat lava buckets mee te nemen. Even kijken, even wat beter food pakken, want dat werkt iets makkelijker. Wat wel fijn is aan die mining world is dat je er ook heel erg veel voedsel kan fixen. Want overal lopen varkens, schapen, koeien, kippen en weet ik veel wat allemaal. En met mijn rapier gaat dat natuurlijk super chill. Voordat we daar naar beneden gaan, moet ik even dit doen. Even kijken, zo, hoppakee. Even wat laddertjes maken, want we moeten dus naar beneden toe. Even kijken, waar heb ik die scrolls in gedaan hierbij? We hebben nu 4 scrolls met een bepaalde planeet of iets erop. Even kijken, zo. Hup. En de laatste... Oh, waar heb ik hem nou geplaatst? Oh, aan de andere kant. Maar nu kan ik, als het goed is... Ja, kijk, kan ik zo naar boven. Hoppakee. En ik weet toevallig, als ik hier helemaal naar beneden ga lopen... Let's go. Dan aan de linkerkant, als het goed is, heb ik zo meteen een lavapoeltje. Oh, een kleine lagspike. Ik move blijkbaar iets te snel. Nog iets naar beneden. En dan hier zit een lavapoel. Kijk. Zo, oh wacht. Shit. Oh, ik heb wel allemaal emmers meegenomen, gelukkig. Wat ik dus eventjes doe, is zoveel mogelijk lava emmers hiervan pakken. Hoppakee. En dan doen we gewoon eventjes zo.
En dan houden we het water ook eventjes hier. Door... Hoor ik nou een slime? Oh, wat? Dit is mijn uitgehakte oorchunk. En hier zit blijkbaar een slime. Oké, nou, laten we maar even wat slijmbals farmen dan. Hoppakee, zo. Nou, ja, waarom niet? Ik bedoel, ik heb gelijk 14 slijmbals. Dus spawnt hij dus een slijm. Oké, dat is wel chill. Maar waar ik mee bezig was natuurlijk even de obsidian hier minen. Wat ik even doe is zo. En dan doe ik de lava hierin. Of de water. En dan kan ik gewoon dit wegminen. Hoppakee. En dan komt er weer een nieuwe laag. En dan is dat in ieder geval weg. Kijk, en dan kan ik dit weer gewoon weghakken. En dan komt er weer een nieuwe laag. Nou, jullie snappen het idee hiervan. Als het goed is krijg ik hier ook ziek veel obsidian door. Zo, even kijken. Dan halen we die even weg. Zo kunnen we hier even staan. En... Hoppakee, nog meer obsidian. En dan gaat hij nog een keer naar beneden. Nou ja, die kunnen we ook nog een keertje weghakken. En nog meer obsidian. En ik heb ondertussen 29. Het gaat nog dieper blijkbaar. Hierna moet het toch wel een keer klaar zijn of zo. Even wachten hoor. We gaan heel even hier beneden kijken wat er nou precies gaat gebeuren met al die obsidian. Even kijken, pak even een torch erbij. Want ondertussen zitten we al zo laag. Hier zit ondertussen iron. Nou ja, we plaatsen deze nog maar even hier. Hier hebben we nog wat meer obsidian. We hebben ondertussen 37. Nou ja, dat begint al aardig wat ergens op te lijken. Even kijken, deze halen we nog weg. En nog meer lava. Het blijft gewoon doorgaan, joh. En nu hebben we een mokergrote cobblestone generator, want er gebeurt heel de dit. Let op. Oh, nee. Lava, wat doe je? Hup, ga eens weg hier. Uh-oh. Nou is mijn water zeker weg. Ja, dat was te verwachten. Oké, we gaan weer terug naar boven. Oh, slecht dit. Oké, nou ja, maakt op zich niet uit. Oeh, die boots maken het wel heel erg lastig voor mij om naar boven te klimmen. Ik trek ze wel heel even uit. Zo. Nou, we hebben in ieder geval genoeg obsidian om onze pickaxe voorlopig de komende tijden te blijven repareren. En ook onze rapier, dus dat is sowieso nice. En nu is het denk ik echt tijd om even een klein beetje te gaan beginnen aan elektriciteit, solar panels, dat soort dingen. Zodat we in ieder geval wat dingetjes hebben. Eens even kijken, want onze base begint op zich best wel leuk eruit te zien. We hebben hier twee van die. Ja, we moeten eigenlijk nog eventjes een bepaald blok gebruiken om gewoon even onze base helemaal fancy te maken. Maar dat is... niet echt een noodzaak of iets. We moeten wel meer kisten gaan maken. Want we hebben ondertussen een kleinere opslag. Ik heb hier eucalyptus wood. Kan ik daar gewoon... Ik denk dat ik daar gewoon chesten van kan maken, toch? Ja, hier, kijk. Hoppakee. En ik weet toevallig ook dat volgens mij zit hier ook colossal chest in. Ja, colossal chest zitten erin. Oké, dat is sowieso ook nice om te weten. Want die kunnen we later dan gaan gebruiken. Ik zet hier in ieder geval nog een kist bovenop. Hier mogen dan alle elektriciteitsspullen in. En ja, deze kist moet eigenlijk even naar achter geplaatst worden. Nou kan ik dat niet 1, 2, 3 doen helaas. Maar ja, dat is voor later iets. Eens even kijken. Als we een beetje met elektriciteit moeten beginnen, willen we natuurlijk ook solar panels hebben. Hier hebben we alleen weer niet de solar panels die we hebben in Sky Factory. Ik zie hier wel weer de photovoltaic cells. Nou, hebben we één voordeel. Doordat wij hier zo een bepaalde oors allemaal hebben, kunnen wij op een hele makkelijke manier aan enderpearls komen. Want deze, de enderdust, waar ook endermites er spannen, als ik zo doe, hebben wij enderpearls. Kijk, heb ik nu al 6 enderpearls. Dus dat is super chill. Die kunnen we dus gewoon gaan craften. Moeten we alleen wel heel veel van dat enderdust gaan hakken. Nou ja, hier beneden zag ik nog genoeg van die plekjes zitten waar enderdust zat. Dus dat is op zich wel makkelijk om te verkrijgen. Maar wat zijn dan de beste solar panels of wat zijn dan hier de beste generators en dat soort dingen? Ik denk, even kijken, wat hebben we hier voor generators? We hebben hier een coal, een oil, een sterling, een combustion. We hebben hier ook weer al dit soort generators. We hebben een generator van Tekkit zie ik er ook weer tussen staan. Oh, we hebben hier wel gewoon cobblestone generators. Really? Maar waarom zou je hier een cobblestone generator willen? I mean like, wat heb je dan ook voor sieve? Nee, ik wou net zeggen, je hebt geen sieves, oké, en een mesh. We hebben wel meshes. Wat? Waarom hebben wij een string mesh en zo, maar waarom hebben we dan geen sieve?
Hoe heten die dingen hier dan? Want er zitten wel meshes en zo in. Maar je gaat me dan niet vertellen dat er dan geen sieves en zo in zitten. Dus even kijken hoor, want dit zijn allemaal yellow concrete. Je hebt hier 39 pagina's aan blokken, dus het wordt moeilijk om dingen te vinden die we echt nodig hebben. Wacht even, waar zijn die meshes van? Die zijn van extra planets. Oh. Extra planets. Oh. Blijkbaar vindt hij dan niet alles. Nou ja, ik heb werkelijk maar geen flauw idee wat we hier precies mee kunnen. Weet wel dat ik per ongeluk deze weer dubbel geklikt heb. En nou... Zo is hij weer weg. Maar goed, ja, geen idee. We moeten dus met elektriciteit beginnen, maar ik weet nog niet wat het beste is qua solar. Of, nou ja, solar hoeft niet per se. We kunnen ook generators. En hebben we hier fluid tank? Nou ben ik wel benieuwd. Fluid tank hebben we ook. Hebben we dan ook een crucible? Alleen zo'n crucible. Maar wat hebben we hier voor nodig om dit ding te maken? Copper, liquid magma, cauldron. Electric crucible. Maar het is ook weer electric, dus daar hebben we ook stroom voor nodig. Ik ben benieuwd. Ik weet even niet goed wat nu het beste is. En dat heb ik altijd met modpacks. Ik weet niet wat het beste is om een stroomvoorziening te maken. En nou heb ik weer dat ding geklikt. En ik weet ook niet wat er gaande is. Maar om de zoveel tijd begint Space Astronomy keihard te laggen. Let maar op, ik wil nu even een klein beetje rondlopen. En dat gaat amper omdat ik heel erg gestoord word door die lag spikes die ik heb. En ook dit ding staat weer aan. Oh jeetje. Waarom werkt het allemaal zo crappy? Nou, ik denk dat we het hier dan maar lekker bij moeten laten. Ik zal nog even proberen die balk aan te klikken. Nou, dat gaat al niet, want hij loopt helemaal vast. Oké, mensen, dan wil ik jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze aflevering. Volgende aflevering gaan we dan proberen met stroom te beginnen. Ik wil wel van jullie alvast weten onder deze video, wat is het beste voor stroom? Dan kan ik gelijk, zodra ik weer terug ben, kan ik aan de slag met stroomvoorzieningen gaan maken. En dan moet het helemaal goed komen. In ieder geval, mensen, ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze aflevering. Als jullie het leuk vonden, doe even een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet eventjes te abonneren als je nieuw bent. En mensen, dan zie ik jullie weer in de volgende aflevering. Later.